Ja, Joey Belepesce, dan kun je met alle goede intenties aan de wedstrijd beginnen. Maar dan sta je weer binnen 5 minuten met 1-0 achter. Wat dacht je? Ja, wat dacht je? Als je zo begint aan een wedstrijd, dan sta je inderdaad ook met het gevoel van een achterstand. En ja, dat is zuur. Weet je. Als je, zo wil je niet beginnen in zo'n wedstrijd. Zo wil je geen inwedstrijd beginnen, maar deze misschien helemaal niet. En ja, dan loop je gelijk weer achter de feiten aan. En dat hebben we de hele eerste helft eigenlijk gedaan. Jullie zijn nu ervaringsdeskundigen, want jullie komen voor de derde wedstrijd op rij. Al binnen 5 minuten op 1-0 achter. En hoe vervolg je dan zo'n pot? Ja, de eerste helft hebben we het geen goed vervolg gegeven, zoals ik net zei. En ja, de tweede helft moet je het eigenlijk vergeten, zeg maar. In de rust vergeet je de hele eerste helft. En dan zie je dat de tweede helft het wel weer goed oppakken en op 1-1 komen. En wel de bal laten gaan. En na de 1-1 moeten we misschien iets meer doordrukken. Waardoor je misschien de 2-1 kunt maken. Want ik denk dat ze de tweede helft bijna niet meer bij onze goal zijn geweest. Alleen ja, dan valt hij juist bij ons door een vrije trap. En ja, dan is het eigenlijk wel een beetje gespeeld. Dan probeer je met wat lange ballen nog de 2-2 te maken. Maar ja, dat zat er niet in. Ja, want zij maken die gelijkmaker op het moment dat jullie echt een stuk beter in de wedstrijd kwamen. Want dat compliment verdienen jullie dan ook wel weer. Jawel, jawel. Dat is ook zo. Maar ja, ik denk dat we het voor een groot gedeelte eerst zelf hebben laten liggen. En dat is gewoon zuur. En het is goed dat we terugkomen. En als je op ineen komt en je voelt dat je steeds sterker wordt. Dan moet je hem eigenlijk ook maken. Dan moet je doordrukken. En dat hebben we denk ik net niet gedaan. Ja, op een gegeven moment stond jij bijna als een soort van derde verdediger tussen Prupper en Harreveld. Voel je je lekker daar? Voel je je lekker daar? Nou ja, weet je, wij spelen deze tactiek in de opbouw met 3 achterop. En dan ben ik degene die moet uitzakken. En de tweede helft heeft dat goed gewerkt, alleen de eerste helft wat minder. Terecht verloren, vind je dan uiteindelijk zelf? Nou ja, mede door de eerste helft zeker. Alleen ja, als je op 1-1 komt, nogmaals, en je drukt bijna door, dan kun je misschien ook winnen. Maar dan moet je anders gewoon 1-1 spelen en dat hebben we niet gedaan. Thank you.